Goedendag, Frank Lang hier. Vandaag gaan we het hebben over biceps en hoe je het kunt voorkomen dat je pijn in je ellebogen krijgt met biceps. Nou, als eerste is heel belangrijk te begrijpen is van eigenlijk hoe zit het gewricht in elkaar. Dus in je bovenarm heb je één bot zitten en in je onderarm heb je twee bot. Het is een scharniergewricht. Dus het moet in een rechte lijn moet het omhoog en naar beneden bewegen. Wat dat betekent, als ik op mijn smals ga staan, sta ik nog zo, vanwege dat mijn rugvleugel in de weg zit. Ga ik dan bijvoorbeeld een rechte stang pakken. Dit is even een fatbar, met wat andere stangen in gebruik zijn. Maar als ik hiermee ga curlen, op termijn ga ik hier last krijgen van mijn ellebogen. Nu niet direct, maar op termijn wel. Dus dit zou niet het meest ideale zijn voor mij. Omdat ik eigenlijk, om één rechte lijn te krijgen, een beetje zo moet gaan staan. Tot ik één kant op sta. Dus een dumbbell oefening zou in dit geval voor mij veel beter zijn om een curl te maken. Dus dat is wel één ding. Dan hebben we natuurlijk nog de andere optie. En dat is een easy bar. Dat is een kronkelstang idee. Nou, de smalle variant, daar zit ik heel erg zo. Daar ga ik natuurlijk ook weer irritatie van krijgen. Pak de brede variant. En ik pak hem redelijk breed vast. Kom ik voor mij doen, kom ik goed uit. Kan ik perfect curlen, kan ik prima doen. Want dit gaat makkelijk, omdat mijn hand iets gedraaid staat. Krijg ik een makkelijke positie in mijn elleboog. Dit verschilt wel per persoon. En ook jouw frame. Heb jij een heel breed frame, dan zou je hem waarschijnlijk wat breder willen vastpakken. Vaak wordt gezegd, als je smal pakt, treed het binnenste deel van je bicep breed buiten. Compleet onzin. Maakt geen verschil. Dus dat is hetgeen waar je niet op focussen. Het enige waar je een beetje verschil mee kunt maken, is de hoekpositie waarmee je start, waarbij de nader verandert. Het is niet zo dat je compleet ander deel van je bicep traint. Dat kan niet. Je maakt alleen verschillende posities trainen. Dus wanneer de spier volledig op lengte is. En dat is als je arm achter je lichaam is. Of als je arm boven je lichaam is, dan train je wat meer de verkortende positie. Dat is wat je meer kan trainen. En dat betekent meer dat je wat meer kracht erin krijgt. Waarmee je dat kunt vergelijken is als ik een barbell curl zou doen. Dat ik sterker word in dit gedeelte. Of sterker word in dit gedeelte. Alleen dan met weerstand. Daar zit het verschil in. Daar word je beter in. Waardoor je op termijn meer kan ontwikkelen. Want als je gaat kijken naar biomechanica. En ik wil het niet te technisch maken. Dan ben je in principe in dit deel kan je de meeste kracht leveren. Zodra je hoog komt ben je wat zwakker en in de startpositie ben je ook wat zwakker. En dat kan je daadwerkelijk trainen. Nou, wil je nu weten, hoe train ik dan die positie, Frank? Wat voor oefeningen kan ik dan het meest ideale doen? Als je in de stresspositie wilt trainen, is een cable curl het beste. Want als ik hier met een dumbbell op een incline dumbbell curl ga zitten, heb ik hieronder nog geen spanning. Een kabel vanaf die kant die trekt. Dus als je dan gaat curlen, heb je gelijk al spanning, heb je de meeste weerstand. Dus dat is de beste optie. Wil je de verkorte positie, dan zou je kunnen denken aan een high cable curl. Dus als je op je knieën gaat zitten en dan vanuit deze positie zo naar je voorhoofd toe trekken. Dat zou een goede variant kunnen zijn. Of een schuin bankje waar ik met mijn borst op leun. En dan twee dumbbells op een stang naar je voorhoofd brengen. Dat heet een spider curl. Dat zouden je beste variant oefeningen kunnen zijn als je de biceps optimaal wilt trainen. Nou, ander belangrijk iets is, je hebt natuurlijk ook je onderarm. Dan heb je je brachialis, dat is deze spier die hier zo tussendoor loopt. Tussen je bicep door. Dat is de enige oefening waarmee je kunt zorgen dat als je denkt van ik wil die piek hebben in mijn bicep, dat je die wat meer krijgt. Het is niet zo dat je die iets kan isoleren, maar die spier loopt tussen je bicep en je tricep loopt die door. Dus je kan hem iets naar boven duwen, waardoor die iets hoger komt. Dan moet je denken aan een hammer curl. Wat is nou precies het verschil? Je hebt een dumbbell curl, dat is in principe deze beweging. Belangrijk bij een dumbbell curl is eerst indraaien, dan omhoog. Dan weer terugdraaien. Dus gelijk indraaien, niet halverwege. En je wil als je boven bent, je pink zo ver mogelijk naar buiten draaien, van je af. Dan krijg je de hardste contractie. Voor een hammer curl hou je in principe gewoon zo, recht omhoog en terug. Dan zie je ook, mijn spier spant ook het meeste aan als ik deze houding doe voor de hammer curl. Dat is degene die je dan wilt doen. Dus dat zijn een beetje de trucjes die je kunt doen voor je elleboog te ontzien. Is ga in één lijn trainen van je schouder tot aan je middelvinger. Dus neem bijvoorbeeld een bridge curl. Die staat daarachter. Naast de Muscle Beach daar links staat het apparaat. Dat zou een oefening kunnen zijn. Die ik dan zeg, doe die niet met twee armen, maar juist met één arm. Omdat je niet, anders ga je in deze houding zitten. Met één arm kan je jezelf draaien zodat je in de goede houding zit. Dus jezelf veel meer unilateraal gaan trainen. Dat is met één arm, om het uiteindelijk voor elkaar te krijgen. Nou, wil je nog meer tips ontvangen over dit soort dingen, hoe je dat het beste kunt oplossen? Ik heb een 30 dagen videocursus gemaakt over spiermassa opbouwen. Klik de link hierboven om deze gratis aan te vragen. Anders spreek je snel weer. Tot dan.